De Naniswamp in het district Nikeri heeft voor nu voldoende irrigatiewater ten behoeve van de rijsteelt, zei landbouwminister Prahlad Sewdin gisteren tijdens de persconferentie in navolging van de regeringsraadvergadering. De bewindsman stelt dat Suriname wel in de problemen zit als er tot november geen regen zal vallen, zoals door weerkundigen is voorspeld in verband met El Niño. We zijn periodiek daar en we meten ook de waterstanden. En we zien nu nog steeds dat, ondanks die grote droogte, het verhang, verschil tussen waar Nanisluis is en waar de meren zijn binnen Naniswamp, dat toch een 1,5 meter is. Dus er is genoeg irrigatiewater, volgens de berekeningen nu, in de Naniswamp alleen. En als de overige bronnen van Wakai, of die, als die meehelpen, en de Nikeri rivier, dan denk ik dat wat reis betreft, we nog even kunnen rekken. Wat betreft het overige deel van de agrarische sector in het binnenland van Suriname, zegt de landbouwminister niet te weten hoe de situatie er in de toekomst uit zal zien. Er moeten serieuze gesprekken worden gevoerd over de aanpak van de situatie met betrekking tot watersnood in dat gebied.